Ik ben Sanne van Veen, artiest, ben zangeres. Artiesten namens Jackie Lou. En ik heb een hele leuke band. En die heet Jackie in Effect. Nou, ik ben Johan Nieuwenhuizen. Ik ben fotograaf en kunstenaar. En ik heb een nieuw project ontwikkeld. Het gaat over de vooringenomenheid van AI. De zogenaamde bias. Mijn naam is Marianne van Weert. En ik werk als expert, kunstenaar, ontwerper. Met name met botanisch erfgoed. Het project gaat eigenlijk over een database met detailfoto's van mensen. Waardoor je, als je naar die foto's kijkt, je direct een beeld maakt van de mens achter dat detail. Mijn initiële wens was om daar een boek van te maken en een tentoonstelling. Op die manier ging ik het benaderen als een normaal kunstproject, zou je kunnen zeggen. Botanisch erfgoed ligt verstopt in de archieven van onder andere het Rijksmuseum, van Naturalis, maar ook van de New York Botanical Garden. En ik haal dat naar boven omdat het op dit moment heel erg gaat, hè, over klimaatverandering en het verlies van soorten. Dus ik ging op zoek naar financiering voor wat we noemden de Big Bold Botanics. Dus stevige planten, geen lullige tekeningetjes, stevige planten, grote kunstwerken. Nou, ik heb sinds anderhalf jaar een hele toffe band. En wij wilden eigenlijk voor de eerste keer zelf muziek gaan opnemen. Het produceren van een plaat is gewoon ontzettend duur. Dat geld was er niet. Dus toen ben ik gaan oriënteren. Waar kan dat geld eventueel vandaan komen? En toen heeft Platform Act gevraagd of ze mee konden kijken in mijn makers journey. En die zijn eigenlijk toen gaan monitoren hoe dat ging. Dus waar loop je nou tegenaan? Wat zijn nou de dingen die beter zouden kunnen? Wat zijn obstakels, zodat we dat in de toekomst misschien beter kunnen maken of weg kunnen nemen? De grootste uitdaging waar ik tegenaan liep, is toch het honorarium voor jezelf. Ik kom in een andere levensfase, ik kom in een andere fase van mijn carrière, dus je hebt ook weer andere wensen en andere... Ja, je hebt iets anders nodig dan in het begin van je carrière. Ik kan niet meer, zeg maar, de hele tijd bezig zijn met focus op mijn werk. Je moet ook focus op je gezin, op je thuissituatie. En ik ben als kunstenaar ook nu heel erg op zoek naar continuïteit. En dat is super moeilijk. Want dat zit niet in de infrastructuur. Voor ons debuutalbum hebben we financiering aangevraagd. Dat bleek lastiger dan ik had gehoopt. Er zijn heel veel opties en het is allemaal net even anders. En als je geen verstand hebt van financiering, dan is het nogal een kluif om je daarover in te lezen. Wat zijn ook alweer de tweede deur liedjes? De echte grote chunk, €15.000, die hebben we helaas niet gekregen. Dus dat was toen wel een tegenvaller gezien ook de hoeveelheid werk die er toch in zo'n aanvraag gaat zitten. Dat heb ik ook meegemaakt, weet je, dat je bent er gewoon een week mee bezig en je krijgt gewoon niet die financiering. En dat is niet alleen een week tijd wat je kwijt bent, maar het geeft wel een flinke domper. Ja, het doet echt wel iets. Dat iedereen doet daar misschien, ja, deels wil je daar heel makkelijk overheen stappen. Nee, maar het doet echt iets. Het is echt niet niks. Je tijd plus, ja, dat je dan toch een beetje aan jezelf gaat twijfelen. Ja, het is ook wel pijnlijk dat het gewoon echt, wat dat betreft, echt niet mogelijk is, zeg maar. Om daar echt een bestaan mee op te bouwen. Ja, ik werd door het project met Platform Act ook wel weer op met de neus op de feiten gedrukt. Van, oh, er zijn nog veel meer mogelijkheden die je kunt verkennen. Ik vond de crowdfunding onwijs leuk om te doen. Het is een verbindend iets. Het brengt je heel erg in contact met de mensen die om je heen staan, je netwerk, maar ook potentiële luisteraars. Tijdens de journey werd ook duidelijk dat je ook geld kunt lenen op verschillende manieren. Als je leent, moet je natuurlijk ook kunnen terugbetalen. Ik ging daardoor aanscherpen. Dus lenen is oké, dat was één eye-opener. Dat kan op verschillende manieren. Ook bij je vrienden en eventuele mecenas, als je goed verhaal hebt en een goed product. En dus bij cultuur en ondernemen. Dat was absoluut een eye-opener. Ideale financieringsmix is altijd iets wat heel breed is. En dat heb ik altijd gehad in al mijn projecten. Verschillende fondsen proberen aan te schrijven. Eigen investering, het liefst zo laag mogelijk natuurlijk.
En ook financiering door middel van crowdfunding. Ja, tof, spannend. Gaan we het redden of niet? En als je het niet redt, dan krijg je ook helemaal niks. Maar ik ben heel blij dat we het hebben gedaan. En daar hebben we alsnog 14.000 euro mee opgehaald. Dus dat is niet normaal. En daarvan kunnen we nu alsnog het album opnemen. Wat ik heel mooi vind aan lenen is dat je nog veel meer gaat zitten op niet alleen maar je idee en je droom en je kunst. Nee, het is gewoon meer een bedrijf. En daardoor ben ik een lezing gaan doen waar ik geld voor vraag. Ik doe tours ook voor toeristen waar ik geld voor krijg. En ik heb hele mooie sets van kaarten gemaakt. A5 kaarten en ook grote. Voor mij begon het project met de wens om detailfoto's te maken van mensen. En gaandeweg is dat project steeds verder ontwikkeld. En is het nu een workshop die ik geef in grote organisaties. Dus dat is eigenlijk iets heel anders. Dus het is eigenlijk dat mijn werk als fotograaf, dat het als kunstproject impact heeft binnen die workshop in het bedrijfsleven, meer dan dat het getoond wordt als kunstproject. Ik denk dat de belangrijkste les die ik heb geleerd in het zoeken naar financiering is dat je niet voor één ding moet kiezen. Je moet echt proberen om bij verschillende instanties aan te vragen of een crowdfunding en altijd iets achter de hand te hebben. Want de kans is gewoon aanwezig dat je nee krijgt. En dan is het gewoon heel zuur als dat het enige was wat je hebt aangevraagd. Ik denk dat het heel belangrijk is voor iedere maker dat je maakt wat je zelf wil maken. Want anders komt het nooit geloofwaardig over. En wat daarnaast heel belangrijk is, is denk ik veel meer inkomsten zelf genereren. Waardoor ik zelf eigenlijk mijn basis op orde heb en niet meer afhankelijk ben van die fondsen. Het is natuurlijk mooi als je wel geld kunt krijgen als subsidie. Dat is zeker mooi, maar het kost je ook heel veel tijd. Dus die afweging moet je heel goed maken. Dus als het gewoon terugverdienen is, wat je sowieso praktijk ook gezonder maakt en je product, dan zou ik toch voor een lening gaan. Ja.